Ja, klopt. Ja, de trainer heeft me vorige week rechtsachter gezet. Heeft hij ook met mij samen een beetje besproken wat hij wil zien van mij en wat hij verwacht van mij. Ja, voor mij is het, ja, kijk, ik probeer elke training mijn best te doen en te laten zien dat ik wil spelen. En dan is het aan de coach om te kiezen waar hij mij zet natuurlijk. En daar zal ik dan ook altijd alles geven. Is het lastig voor jou om, ja, toch een beetje met die andere status, dus aanhalingstekens, om te gaan? Nee, kijk, voor mij blijft hetzelfde. Hè. Training alles geven, tijdens de wedstrijden proberen alles te geven. En ja, ik probeer mijn best te doen, hard te werken. En ja, dan is het aan de trainer en de staf om de keuzes te maken natuurlijk. Maar het lijkt me lastig om, ja, geen zekerheidje meer te zijn misschien. Alhoewel je wel veel wedstrijden hebt gespeeld, hè. Daar moet ik wel bij zeggen. Ja, nee, ja. Dus ja, nee, kijk, het is wat het is en je moet gewoon je best doen. Je weet, je speelt op het hoogste niveau en je weet dat er concurrentie is. En dat er goede spelers bij komen ook. Dus ja, het is gewoon aan mij om hard te blijven werken. En ja, voor mij persoonlijk ook gewoon beter te worden. En, ja. Middenveld of verdediging, waar kies jij dan voor? Ja, ik ga niet echt een keuze maken. Ik heb in het verleden ook niet echt een keuze gemaakt. Ik denk dat ik mij wel kan concentreren op meerdere posities. En dat ook wel belangrijk is voor mij. En voor het team. Dus, maar er is toch wel één positie die jou wat meer ligt dan de andere, waar je, ja, eigenlijk het liefst speelt? Ja, het liefst speel ik in het middenveld. Maar ja, zoals je mij, in het verleden heb ik ook centraal achterin gespeeld of ook rechts achter. Dus dat is voor mij eigenlijk ook geen probleem.